ceremonie. Best wel zeldzaam in het stedelijk gebied van Rotterdam. Het is een ding van mooie bloemrijke dijken langs de rivier. Ik denk dat dit zaad hier gewoon is komen aandrijven. En normaal dan doet hij dat met haakjes. Die vruchtjes die hebben allemaal mooie haakjes eraan. En die kunnen heel mooi klitten in de vacht van beesten. Hier hebben we de brandpastinaak. Op heel veel plekken langs de dijken en zo vind je gewone pastinaak. En dit is dan een andere soort. Je kan het verschil al zien aan de veel rondere blaadjes, veel doffer, veel viltiger behaard allemaal. Dit is de soort van het steen van de spoorlijnen, van de straat eigenlijk. De hemelboom is kort op de lijst met invasieve exoten. Het is een boom die heel veel in Rotterdam is aangeplant en zich daar vandaan uitzaait. Hier in de taluut staan er echt massa's. Wat heel karakteristiek is, plat, dat hij hier van die zijblaadjes, dat die onderaan zo'n lopje hebben. En daarnaast stinkt hij. Als je eraan ruikt, getverderrie. Een beetje onderbelichte probleemsoort eigenlijk. Dingen die gewoon hele trajecten over kunnen nemen. Hij maakt wortelopslag, dus het worden hele dichte begroeiingen. Waarom zou die hemelboom heten? Omdat als je een groot exemplaar hebt met die hele lange bladeren die hij heeft, die kunnen ook echt wel een afdak vormen. Het draagt ook van die kale stammen. Ja. En dan een soort van die pruiken bovenin, dus dat is inderdaad een soort baldekijn. Hoe zou het aan zijn naam komen? Doe eens een gok. Je ziet het natuurlijk wel, al die knoopjes. Bokbarkruid. En dat is een nieuwkomer. 2 jaar geleden hier voor het eerst ontdekt. Meer in het oosten langs de rivieren, daar is hij al veel langer bekend. Maar hij schuift het langzamerhand zo op. Hij maakt geen bladgroen. En wat hij doet is parasiteren op wat eronder zit. En in dit geval zit hij op de braad. Een uitzuiger. Fijn dat we ook uitzuigers hebben. Want die houden dan die andere planten weer klein. Waardoor er weer ruimte is voor nieuwe planten. Zo ontstaat er mooi een evenwicht. Ja, de tongvarens staat in ieder geval. Varens zijn vochtliefhebbers. Die ondergrond hier in die dijk, onder het basalt, die is lekker vochtig. En in die speten heeft hij ook net gewoon beschutting. Dus daarom doen die varens het goed tussen het basalt. Maar er staan hier in de buurt meer soorten. Ik denk dat dit de stekelvaren is. Meldvaren. Jullie gaan helemaal uit je dak hier met zoveel verschillende soorten varens. Hoeveel hebben we er nou al? Stekelvaren, tongvaren, zwartsteel, mannetjesvaren, wijfjesvaren, naaldvaren. Nou, 6 soorten. Tongvarens zijn vooral als ze heel jong zijn, en dat geldt om meer van die varens, zijn ze heel gevoelig voor vorst. In de winter. De tongvaren neemt natuurlijk overal in Nederland enorm toe sinds het winters hebben afgeschaft. Kijk, er liggen kilometers van dit soort steenglooien in Rotterdam. Over het algemeen, als die een beetje begroeid zijn, zie je een enorme verscheidenheid. Heel veel ruimte voor variatie. Dus eigenlijk heel Rotterdamse milieu. Typisch van de kademuren, platbeemd gras, een platte stengel, daarom heet hij zo, dus ik kan hem bijna niet draaien. Dit is zo'n plek die als het hoog water is, dan staat het onder water. Al die planten die daar groeien, die gaan bijna iedere dag eventjes met hun voeten in het water. Dit de waterkers en de rode watereprijs, die heeft van die hele licht roze paarse bloemetjes. De witte waterkers, dat is dat tapijt wat je ziet. De Amerikaanse droogbloem. Hier zitten dus allemaal kleine kluwentjes. En dan in ieder hoofdje zitten weer een paar bloemetjes bij elkaar. Veldzaal hier? Nee, het is bloemige toch? Hier zie je mooi het effect van een beetje tolerant omgaan met je straatvegetatie. Dat het bedoeld en het onbedoeld eigenlijk in elkaar overgaan. Kijk, daar in deze bakken zijn die planten gewoon bewust aangevoerd, uitgeplant. En je ziet hier dat ze het eigenlijk op straat nog veel beter doen.
wild en verwilderd en bedoeld. Alle grenzen vervagen op deze. Dit zijn jonge exemplaren van vingergras. Een van de tactieken om het in de stad op straat goed vol te kunnen houden is laat beginnen. Als er bijvoorbeeld al een keer de boel schoon gemaakt is. Vingergrassen ontwikkelen zich pas in het midden van de zomer. En dan heel erg snel. Het is, ik denk, een ontsnapte tuinplant. Zo komen we dus af en toe kussens op straat tegen. Ja, soms kun je dan even in de plantenbakken in de buurt gaan kijken of er al een bloeiend exemplaar is. Dat is duizendblad. Een heel algemene, hele sterke plant. Die kan ik mooi gebruiken als ik woensdagavond weer cursus heb. De plantencursus van Floron. Wilde planten. Is heel populair. Ik heb dit jaar had ik weer 30 aanmeldingen. Hij heeft natuurlijk bloemetjes. En dan denken mensen dat dit één bloemetje is. Maar eigenlijk is dit alweer een heleboel bloemetjes bij elkaar. Duizendblad die hoort bij de composieten. Dat zijn de familie met alle bloemen waar een heleboel bloemetjes bij elkaar in een hoofdje staan. Denk aan een madeliefje of een paardenbloem. Dan heb je een heleboel bloemetjes die samen eigenlijk lijken één grote bloem te vormen. En dat is dus ook bij duizendblad het geval. Alleen je moet er eigenlijk een loop opzetten voordat je dat goed kan zien. Net de allereerste straalbloemen gaan open. Zacht rooi in mijn spek. Ja. Eikvaren, er zit hier in de wijnhaven best veel eikvaren. Er zat hier een muurleeuwenbek. We zien daar een steenbreekvarentje. Die misschien is nieuw op deze plek. En op zich is dit best wel een grappige plek. Omdat die mannetjesvarens zijn hier best wel heel erg groot. Dat ligt er waarschijnlijk aan omdat hier de luchtvochtigheid best wel hoog is. Doordat dit hotel hier voor de kade ligt, is dit in plaats van een havenmuur eigenlijk gewoon een heel smal grachtje met de bijbehorende hoge luchtvochtigheid waar die varen nou net van profiteert om toch wat groter te worden. Dat is zo leuk aan die varens op die kades, dat je eigenlijk even over de rand moet kijken. Daarom laten we die wandelroute specifiek hier langs lopen. We hebben een helemaal nieuwe route uitgezet. Waar staat die in dan? In de stadsflora van de Lage Landen. Oh, daar hebben jullie aan meegewerkt? Alle twee? Ja, precies. Er staan volgens mij 30 steden in en dan is Rotterdam er één van. Dat is wel een van de sierlijkste varentjes die we hebben. De schubvaren. Dit is echt klaar. Ja, dit is echt een mooi exemplaar. Daar heeft hij zijn naam van. Kijk, mooi bruine beschut. Typisch dat varen, dat hij zo'n opgerolde bladpunt heeft. Dat is verse blaadjes die dan uitrollen. Het is een varen die best wel is aangepast aan periodiek hele droge omstandigheden. En als het dan erg droog wordt, dan rolt hij zijn bladeren helemaal in met de bruine buitenkant naar buiten om zijn verdamping te beperken. Dat is ook denk ik de bijzonderste varen die we hebben in Rotterdam. Oh, en een plataan daaronder. Ook zo eentje die zich regelmatig in de stadsmuur vestigt. Ja, stinkende gouden, die hebben ze inderdaad zaden met... Oh, moet je kijken, ik kan het heel goed zien. Zwarte zaden en dan zo'n wit aanhangsel. En dat vinden de mieren lekker. Dus die gaan dan dat opeten en slepen dat zaad naar hun nest of in ieder geval naar een andere plek. En zo worden die zaden van de stinkende gouden op allerlei plekken gebracht. Dus schuiven ze weer een paar meter of tientallen meters op. En wat is dat? Spoorbloem.
spoorbloem. Ja, je ziet hier al die streepjes hangen. Ja. Dat zijn sporen. En sporen, dat zijn een soort aanhangsels aan bloem. En daar zit de nectar in. Dus dit is een bloem die bevrucht wordt door insecten met een lange tong. Die dan die tong helemaal kunnen laten zakken in dat spoor om dan onderin de nectar eruit te halen. En hoe komt die hier? Ja, mediterrane plant. Aangevoerd als tuinplant. Sinds we hier een mediterraan klimaat hebben, doet hij het hier uitstekend. De kust van de Middellandse Zee, op de rotskusten, daar is hij thuis. Vandaag de dag steeds normaler in Nederland. Dit is spieslook. Ja, duidelijk uier. En die doet het dus ook goed. Dus eigenlijk ook een steenplant, rotsplant. En hier precies tussen de dieren een heel polletje. Wat hebben we hier nou nog? Zilverschildzaad. Het is echt zo'n plant voor van die balkonbakken. Ondertussen met de huidige klimaat weet hij zich steeds makkelijker op straat te handhaven. Vroeger dan was hij na de winter gewoon weg. Nu blijft hij. Dus hij heeft zich inderdaad hier volgens mij al meer jaren gehandhaafd. Oh, en kijk, daar heb ik ook een mooie fontein van bloemetjes. Ja, het muurleeuwenbekje. Echt een prachtig ding. En dan gemengd met het wit vetkruid. Dat alleen nog niet bloeit. Nou, muurvarentjes en daar muurpeper en wolfspoot. Oh, en daar de gehoornde klaverzuring met dat gele, diepgele bloemetje. Het is echt een tof plekje hier. Ja, is prachtig. Dus het zit natuurlijk in onze wandeling. Remco, je werkt bij Bureau Stadsnatuur. Maar ik moet me al heel sterk vergissen als... Je hebt geen gewone werktijden. Je weet echt het verschil niet, toch? Tussen werk en vrije tijd. Nou ja, je kunt niet plotseling je ogen dicht doen als het 5 uur geweest is. Wat je ziet, blijf je zien. We zijn zo'n beetje aan het einde gekomen van onze wandeling. Ik wil eigenlijk wel meer met plantjes. Heb jij tips? Oh, wat leuk! Er zijn natuurlijk allerlei opties. Je kunt natuurlijk de wandeling nog een keer heel rustig maken, want we hebben vandaag een beetje gehaast. Dus met het boek van de Stadsflora van Ton Denters aan de hand weet je een beetje van waar je wat kunt verwachten. Maar ja, er staat er niemand naast je die dat vertelt. Maar wil je nou inderdaad wat meer weten van stadsplanten, dan kunt u het mee met de Rotterdamse Flora werkgroep. Van april tot september gaan we iedere 14 dagen op dinsdagavond op pad. En dan inventariseren we een gebied van de stad. Dus het zijn woonwijken, industrieterreinen, parken, van alles en nog wat. En we kijken welke planten daarvoor komen. Ervaren of beginner, je bent van harte welkom om mee te lopen en te leren. Wil je echt in het diepe springen met flora en determineren, kun je natuurlijk ook kijken of er weer een plantencursus is. 8 lessen en dan leer je de grootste families allemaal kennen. En dat scheelt heel veel dat je dan niet meer die hele flora van A tot Z hoeft door te lezen, maar weet van, oh, dat is een kruisbloemige, oh, dat is een lipbloemige. En dan alleen daar hoeft te kijken. Remco, ja. Dankjewel. Willemien, dankjewel. Graag gedaan. Wat is er toch veel te beleven in Rotterdam? Ik word er helemaal vrolijk van. Oké, kijk eens wat vaker goed komt.